Voor mij Bonaire een gigantisch mooie werkplek. En nog steeds, ook toen Maria de als specialist ging aantrekken, was het ook wel mooi geweest. Want de huisartsen horen natuurlijk niet alles te doen. Je moet ook dingen kunnen delegeren naar mensen die, specialisten dus. En die waren er op een gegeven moment, na rond 10 is dat allemaal begonnen. U deed huisarts, hospitaal. Hoe was het toen die tijd? Was het moeilijk werken? Moest hij hard werken? Hoe ging het? Nou ja, ik werkte met 2 collega-dokter, of eigenlijk 3. Schaapveld in Rincon, dokter Welvaart en dokter Cervantes in Playa. En ik zat in Nicky Borco. En dat was hard werken, want om de 3 dagen had je dus avonddienst. En om de 2 weekenden had je weekenddienst. Dus we waren, en ik had al die tanker nog bij, en die ging altijd door. Ook 24-7 en nog steeds trouwens. Maar het was hard werken, maar je wist niet beter. Je wist dat moest op Bonaire. Het kon niet anders opgelost worden dan zo. En nogmaals, ik heb het nooit als een last ervaren. Nee, het was hard werken, maar het waren ook spannende tijden. En ik heb er ongelooflijk veel van geleerd. En nogmaals, als ik zie hoeveel bedankjes ik krijg via die Facebookpagina van ons TV en ook van de kranten, dan denk ik dat de communicatie tussen mij en mijn patiënten heel goed geweest is. Dus daarom die officier in Orde van Oranje. Ja, ik voel me dus geëerd door de koning natuurlijk, want daar komt het. Sorry, daar komt het vandaan. Maar als ik zie hoeveel mooie reacties ik heb gekregen en hoeveel complimenten en waardering van als reactie van al mijn ex-patiënten, dan is dat echt de mooiste beloning. U bent nu met pensioen. Ja. Wat gaat u hierna doen? Nou, ik ben officieel pas eind van het jaar met pensioen voor de tank. En ik heb nog niet geen echte duidelijke plannen, maar ik ben wel van plan om vaker van het eiland te kunnen en mogen verhuizen in de zin van lange vakanties. Ja. Want dat is nu, kan eigenlijk alleen maar als ik iemand heb die op de tank past. En die zijn niet zo makkelijk te vinden. Dus dat zijn mijn plannen. Ja, dus ik geef nu hier de kans om deze mensen te bedanken. Nou ja, wat ik al zei, ik ben enorm overstelpt door alle reacties. Mooie reacties, optimistische reacties, complimenten, waardering, blijken van waardering, die tantissimo. En dit interview wil ik dan besluiten met mijn oprechte, uit de grond van mijn hart, dank uit te spreken voor al die mooie dingen die gezegd zijn en al de complimenten aan mijn adres. Dank u, dank u, dank u.